Stefan, je moet kiezen. Je moet deze wedstrijd terugkijken of 1000 paaseieren zoeken vandaag. Ja, ik ga deze wedstrijd sowieso terugkijken, dus ga ik liever dat doen. Wat doet zo'n punt met je na zo'n wedstrijd? Wat is een punt waard? Helemaal niks. Wij gingen vol voor 3, of we wouden 3, we moeten vol gaan voor 3. Dus doet die punt met mij niet heel veel. Nee. Zou toch belangrijk kunnen gaan zijn, hè? Ja, tuurlijk, maar volgens mij zou het nu een beter gevoel geven als je een keer echt 3 punten pakt. En, vond je wel lekker 17e? Ja, daar heb ik het niet eens over. Want op die stand, ik weet dat we laatste staan. Voor de rest kijken we niet zo heel veel naar. Als je vandaag gewonnen had, dan had je niet meer laatste gestaan. Ja, dat weet ik. Dat nog net wel. Ja, dat nog net wel. Maar tweede helft hadden we 2 heel goede kansen. Jammer dat hij hem gewoon goed pakt. Goeie keeper, hè? Duitse. Ja. Grote Duitsers altijd. Ja, hij is gewoon een fantastisch keeper. Dat heeft hij vandaag weer bewezen. Jammer voor ons. Dan hebben jullie een rare week gehad, kan ik me zo voorstellen. Of valt het mee? Ja, we hadden die week al eerder dit seizoen. Dus zijn we er al een beetje ervaren mee, zou ik zeggen. Ik heb het sowieso al vaak meegemaakt. Ik had ook al seizoenen dat je 4-5 trainers in één seizoen. Dus, Poesies moet je eigenlijk nog zorgen gaan maken. Nee. Dan heb je gewoon topsport. Als je geen resultaten haalt, dan gaat vaak op de trainerpositie wat veranderen. Dat is nu gebeurd en we gingen er gewoon vol voor. Dus, Ben je blij mee dat het gebeurd is? Nee, dat gebeurt. Dat is niet mijn beslissing. Ben je er blij mee? Clubs, als je vaak niet wint, dan heb je wel soms het gevoel van waar kunnen we iets doen. Zeg maar. En je kunt geen spelers meer kopen. Je moet proberen dingen te veranderen. Ja, dat is op deze manier gebeurd. Heb je Verbeek nog gesproken na het ontslag? Nog iets laten weten? Contact gehad? Nee. Waarom niet? Nee, ik heb via de media dingen gehoord, maar voor de rest heb ik persoonlijk geen contact gehad. Niet een berichtje van hij bedankt? Nee, maar dat heb je niet vaak in de topsport hoor. Ik heb daarvoor met 5 trainers ook niet altijd geappt van jongen, ik wens je nog veel succes. Want we zijn gewoon professionele sporters. We weten dat het gebeurt. Je bent niet altijd gewoon dat je na de training samen gaat eten of zo. Dus dat hoeft voor mij ook niet altijd.